Op 12 maart werd in Koudum het Friese kampioenschap wie gehouden. In 3 leeftijdscategorieën werd uitgemaakt wie zich een jaar lang Friese kampioen mag noemen. En volgens mij ziet u zometeen mijn tweelingbroer in beeld. Er is ons gevraagd of wij iets anders willen organiseren dan anders. Dus geen bandje of theater, om eens wat te noemen. Dus zijn we op een avond bij elkaar gekomen en hebben de gekste ideeën over tafel laten komen. En er bleven een paar over en dit is er één van. We zijn vervolgens op internet gaan kijken, gaan zoeken. Bij een aantal zoekmachines bestaat er zo'n kampioenschap. Nou, wij kwamen hem niet zo gauw tegen. Toen hebben we gelijk naar een domeinnaam gekeken. En het Fries kampioenschap Wii, het FK Wii, en die was nog vrij, die hebben we gelijk vastgelegd. En het karten, tennissen en dat zingen, die tellen mee voor het kampioenschap. En we hebben expres voor zo'n mix gekozen, omdat we denken dat zowel voor jongens als voor meiden leuk is. We zijn nu bijna aan het einde van de avond. Vanmiddag waren er ongeveer een stuk of 50 kinderen in totaal. En dan verdeeld in 2 categorieën. 8 tot en met 12 en 13 tot en met 17. Waarbij er vooral een grote toeloop was bij de 8 tot en met 12-jarigen. 'S Avonds was het iets minder druk. Maar ik denk dat we al met al toch aan de 100 mensen zijn gekomen. Het vreemde is, we maakten ons van tevoren een beetje zorgen van we moeten genoeg begeleiders hebben bij de spelletjes. Want we moeten de kinderen wel uitleggen hoe het werkt en bij de volwassenen komt dat wel goed. In de praktijk bleek dat vaak precies omgekeerd te zijn. We begonnen met de uitleg. Halverwege werden we verbeterd door een willekeurig kind van 9 of van 10 jaar. En aan het einde van het verhaal zei dat kind, geef mij die console maar, dat apparaat, en ik ga het zelf wel doen. Ik heb absoluut geen verstand van wie je. Ik heb thuis ook niet zo'n apparaat. Ongetwijfeld zullen morgen mijn dochters erom gaan vragen of Heidi, mogen we alsjeblieft een wie kopen. We hopen inderdaad om het volgend jaar een vervolg te geven. Dus dan zou de 2e editie van het FK Wii moeten zijn. En we zijn nog druk bezig om te bedenken. We zijn net aan het evalueren. En de avond is nog niet eens voorbij. Van, gaan we het volgend jaar precies op dezelfde voet doen? Of zeggen we van, we maken het wat competitiever. We passen de spelletjes aan. En we laten meer de echte gamers erop afkomen. Kijk, nu hebben we heel veel lokale bevolking gehad, wat hartstikke leuk is. Maar dat zorgt er tegelijkertijd ook voor dat je een aantal echte serieuze spelers mist.